boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillon. Yo, boys and girls. En een goede morgen, goede avond, goede middag. Wanneer jullie deze video kijken. Het is vandaag weer een EAFC video. Weer op de RTG. We gaan weer wat packs openen. Dus ja. We gaan op de RTG wat packs openen. We hebben ook andere shit klaargezet. En hopelijk kijken jullie mee tot aan het einde van deze video. Want op het einde van deze video open ook de rewards van de squad battles. We openen ook nog een 83x20. En we openen heel wat andere shit, andere goede packs. We doen elke dag de dagelijkse login. Dus kijk er zeker mee tot het einde van deze video. En dan ben ik, tot dan ben ik je boy Dillon. En het is een paar weken voor kerst, zoals jullie weten. En bij kerst wil ik wel iets anders gaan doen. Wil ik nog eventjes een videootje uploaden bij kerst. Dus wil ik die op 24 december maken. 25 december uploaden. Dus ja. We gaan nu door naar de video. En ja, we openen heel wat leuke packs. We voltooien ook leenspeler Maldini voor 2-3 keer. Om te zien hoe ver deze video gaat. Let's go. Oké, boys en girls. Het is 9 uur 's avonds. Op een zondag. We hebben net de daily login gedaan. Dus we krijgen een 75 plus speler. Dat is Noordkam. Dus is dat nu Eurigaard te vertrekken? Tjoe. 87 uit een 75 plus pack. Let's go. Een pakje Eurigaard. Let's go. Een zieke folder. En dan klant op hardspeerspakket. Let's go. Dat pikken we uit. Uruguay, CM. En Rotterdam, dat is Bentancourt, denk ik. Bentancourt, inderdaad. En dat is een 32 rated. Hebben we tradable? Hebben we tradable? Nee. We hebben wel tradable. Dus ja, let's go. Let's fucking go. Eerste opname is voltooid van deze video. Let's go. Oké, boys en girls. Het is maandag. Maandagmiddag. Het is 12:28. En ik heb hier een hero player pick klaarstaan. Nakata of Kanu? Ga je zien wie dat duurste is? Nakata, denk ik. Nakata. Hidetoshi en Nakata is waard 23,5. En Kanu is waard. Ja, we gaan voor Nakata, want Kanu is maar 13,5k waard. Nakata. Ja, Nakata gepakt. Is echt wel slecht, maar ja. Nu een klant opgemengd. Klant op Electrum speelspakket, wauw. Daar zit in. Wie is dat? Nee, ik ken die niet. Dat zou dan vrouw zijn. Ja, zeker. Glas. Oké. Nu naar Santos, mag naar de transferlijst gezet worden. Top van mijn speelspakket, let's go. Nederlands. CA. Gakpo? Cody Gakpo. Lekker. Lekker, vriend. Zo. Let's go. Oké, boys en girls. Het is nu ongeveer 12:44. Ik heb een radioactief leenspelerpakket. Let's go. En we krijgen Shaqiri. Let's go. We kunnen ook nog een previewpakket doen.
En we gaan dat openen, ze. Dat is een non-rare, I guess. Dat zie je, David. Sorry, dat was een non-rare. Oké, boys and girls, het is 12:58. 2 keer 81, 2 keer 82 en 2 keer 83. Dus 2 keer 81 als eerst. En dat is Orban. Willy Orban. En Angela Sosa. De volgende pack is 2 keer 82. En daar zit in een Italiaanse centerback van Inter Milan. Dat is van Serbië. Als 83, I guess. 83 en 82, let's go. En nu 2 keer 83. En dat is. Huh? Het team van Wiegefa. Let's go. Een 83 team van de week. En wat zit erachter? 83 Botman. Ja, yes, ik heb het team van de week. Let's go. Oké, boys en girls. Het is ondertussen een dag later. Ik heb de daily login gisteren. Via de computer gedaan. Via de laptop gedaan. Op de webapp. En we hebben wel wat packs nu klaarstaan. En Bruno Frame gaat pakket, let's go. Daar starten we mee. En dat is Frans, dat is Center Mid. Dat is OGC Nice, dat is Turam, denk ik. Turam, lekker. 79 credit. Center Mid, samen met De Jong. Dat is Luc De Jong, denk ik. Ja, Luc. Olympique Marseille Badge. Geen enkel is tradable, geloof ik. Die mogen gediscard worden, eigenlijk. De volgende pakket is een premium garden speelspakket. En dat is Pijlans, dat is Spits. Dat is, ja, wie is dat? Borja Iglesias. 83 traded. Decent, eigenlijk wel. Ik ga even praten in keur. Becker. Is dat een spits? Ja, dat is een spits, dat is juist. Rulli en Olsen. Die mogen ook discard worden, want daar kan ik geen fluit mee. Zeldzame speler, 75 plus. En dat is Spaans, dat is Injector. Dat is Moreno, denk ik. Alex Moreno, inderdaad. Tijdig rated. Decent eigenlijk wel. 2 keer 81 plus. Hoe zit daarin? Ah, dat is Daka. Nee, dat is Daka niet. Ik dacht dat Daka was, maar het is Kundanayi. Kundanayi. Romero dubbel. Oké. Volgende pijk is 2 keer 82. Oké. Er zit in Duits, CAM, waar Leverkusen is Wirtz, denk ik, Wirtz. Tegen Florian Wirtz, dat is 85 graden. Oef. En Andreas Christensen van Barcelona, 83 graden. Maria Dekreef, leenspeler. En we krijgen Ricky Puig. Heeft nog samengespeeld met Messi bij Barcelona. Dat is dan mijn speler, gouden speelspakket. 84 plus, wat gaan we eruit krijgen? We krijgen Modric. Modric, die heb ik dubbel, jongen. What the fuck. Ik geloof dat ik die heb ingeleverd, ik weet het niet. Ik ben niet zeker. Ja, ik heb die ingeleverd. Ik heb die ingeleverd in de SBC. Dat is goed. Dan hebben we nog een. We hebben een winnen. 3 minuten een preview pakket, dus dat gaan we ze ook doen. Misschien of er nog een SBC uit is, zou ik misschien kunnen doen. Al de SBC's terugwerken natuurlijk.
zijn echt 40 plus 3 dubbele upgrade. Ah, de wc's werken terug, ze. Gakpo, die kan ook inleveren. Bowen mag wel ingeleverd worden. Links Butu mag Claudia Pina zijn. CM. Weet je waarom? Ik ga de special card van Bowen niet inleveren. Gewoon Modric inleveren. Mag je die Palazon erin? CVN mag McAllister. TV, hebben we nog een 83? Ja, en Bok. Botman. Goalkeeper. Lopez. Rechtsachter. Glas. Linksachter, misschien kunnen we daar dan. Ja, we gaan aan. TVM. Tegen dan komen we aan 83 reden. Dan hebben we 4 keer 83, dus. Het is hopen dat we daar nu eigenlijk wel een goede speler uit krijgen. 4 keer, 3 keer 84. Dat is. Wie is dat? Is dat een walkout? Nee, dat is geen walkout. Ik heb wel een walkout. 84, dan verder. Müller en Fabinho. I guess it's decent. But not that decent, I guess. Nog 1 minuut en 11 seconden. Oké, okay, wat was ik vandaag van zin? Normaal gezien was vandaag de stream dan. Wanneer ik reageerde op de. Ja. Op de trailer van GTA 6. Maar. De trailer is al afgelopen nacht uitgekomen. Op 5.12 is hij al afgelopen nacht uitgekomen. Dus ja, waarom kon ik dat dan niet op reageren? Omdat hij dan al ja, 9 uur geleden. Nee, nu al 12 uur geleden. Online is gezet. Dus ja, spijtig genoeg. Kan ik niet meer reageren op de trailer. Dus ja, ik dacht dus te reageren op de trailer. Daarom dacht ik een streampje te doen. Nu moet ik eigenlijk terug een video maken. Of ja, geen video maken. Om geen stream doen. Ja, we zullen wel zien. Ja. Ik zal wel zien of ik nog een video mag uploaden of niet. Het is nog een paar uurtjes. Voor een andere video. En nu kunnen we dat preview pack open doen. Dus ja, let's go. En het is. Wie is dat? Is dat die, ja, Adams. Let's go. Die zijn, van Sebastian heb ik gehad vorig jaar. Ja, let's go. Hebben we nog een... Nee, we hebben geen 25k bucket. Let's go. Oké, okay, boys en girls. We hebben nu 2x 82 plus algemeen. We gaan die openen, zo. We zien wat erin zit. Livakovic. Tanda. Livakovic. Lekker. En Joao Mario, let's go. Oké, okay, boys en girls. 2x 82, let's go. Skriniar? Is dat walkout? Dat is geen walkout, I guess. Van 84 Skriniar. Oef. Ik ben geript, jongen. Let's go. Oké, okay, boys en girls. Het is 7 uur 's avonds op 5 december. Het is dus dinsdag, I guess. Ja, dinsdag. En Peters zit in Timmeren Week Café. Radioactief, wauw. Ja, ik moet Messi terug in mijn team zetten, want ik heb met, we noemen hem nou weer Team Cahill, geloof ik. Ja, een objectief moeten voltooien met Team Cahill.
Nog 600 XP heb ik nodig voor een 2083, dat hebben we volgende dagen ook nog. Radioactive moeten we nog voltooien. Oké, nu gaan we naar de SWC-sectie. En gaan we adventskalender upgrade voltooien. Brons, en die gaan we inleveren. Nu lukt het wel, gisteren lukte het niet. Dus we hebben een 75 plus speler, normaal gezien. Dat dan zo 75 plus. Dat is een vrouw, I guess. Dat is een walkout, niet geweest. Glas, dat is geen walkout, wauw. Ik ga nu een paar potjes spelen. Let's go. Ik ga nu een paar potjes spelen. Oké, boys and girls. Het is 7:30 in de avond. We hebben 3 pakketjes klaarstaan. We gaan beginnen met het Radioactive Planespeler pakket. Daar zit in Milenkovic. 86 credit. Van Fiorentina. Oké. 2 keer 81. Let's go. Zit in Deens, zit in CV. Dat is Christensen van FC Barcelona. Die heb ik daar straks ook nog gepakt geloof ik, dus die heb ik allebei dubbel. Dus die mag ik discarden. 2 keer 82. Dat zit in. Modric? Modric. Let's go. Modric en Caruso. Oké. 3 keer 83. Ja, dat is Bono. 85 denk ik, of 84. 85 credit. Hoe zit erachter? Nou, scheid, hij zit erachter. Tja, let's go. Oké, boys and girls, het is dus woensdagavond. Het is team of the week. Het nieuwe team of the week zit in EAFC. En we gaan het eens bekijken. Ook ga ik nu een paar potjes spelen. We gaan eerst eens kijken of er nieuwe doelstellingen zijn. En dat zal waarschijnlijk niet zijn. Ja, daar is de Wels wel. Die moet ik nog 1 keer voltooien, dan heb ik een 2 keer 84 en 3 keer 84. De login moeten we gaan voltooien. We hebben heel snel nog 300 XP extra. Dan is er hier iets nieuws bijgekomen. Nee. Dan gaan we kijken naar het Team of the Week van deze week. Team of the Week 12 gaan we bekijken. Sommer zit erin. Trippier, Hummels, Bernardo, Fernandes, Toni Kroos, Gabri Veiga, Engonga, Rotman, Bukayo Saka, Hegerberg, Del Castillo, Annau, Tenas, Holingzet, Zinkernagel, Jones, Gure Zeta, Ferdi Druif en Vermeij zitten erin. Dus dat kan al wel decent zijn eigenlijk voor deze week. Eigenlijk, ik hoop dat ik die Hegerberg pak, eerlijk gezegd, uit de 10x80 of zo, ik weet niet. Nu gaan we dus een bronsje inleveren voor dus de dagelijkse login SBC te voltooien. Hebben we nu net voltooid. Zoals jullie gezien hebben. En nu gaan we dus die pack krijgen. De 10x80 was dat geloof ik. En het is nu woensdag.
Eerst gaan we die zeldzame speler 75 plus. Daar zit in een Roemeense center mid van Damac Club. En dat is Stanciu. Had ik ook al wel verwacht. En Damac Club is van Saudi League. Saudi Pro League, dus ja. En dan 10 keer 80 plus. Hopelijk een walkout. Nederlands centerback Botman. Geen walkout dus. Dan wel een 83 reden Botman, die dat ik waarschijnlijk al dubbel heb. Wat heb ik die ingeleverd? Nee, ik heb die ingeleverd, dat is juist. Quadrado. Is dit hier even Inter? Nee, die is veranderd, Quadrado, jongen. Oké. Roberto Firmino en Zaniolo mogen weggedaan worden. Want ja, die ga je toch niet gebruiken. Is er een speciaal pakket uit voor ons? Nee. En we gaan nu dus spelen. Let's go. Oké, boys en girls, het is 19:30 s'avonds. Oké, SpongeBob al gaan spelen. Radioactive Lanespeer pakket, let's go. En weer een Wea. Oké. 2 keer 81, let's go. We krijgen Engels, CIM, Chelsea, dat is Mount, I guess. Nee, Kirby. Ja, Mount is een non-rijder, just. Mount is een non-rijder in FIFA, wauw. LAFC. 2 keer 82, let's go. Oké, Spaans, linksachter. Valencia? Dat is een vrouw, I guess. Dit ook niet. Kaya. 2-82. Wauw. Oké. De volgende. 2 keer 84. Oké. Duits. CV. Rüdiger. 85 zeker. 85. Dus een 85 en een 84 Reece James. True. Dat is goed. Oké. 3 keer 84, let's go. Portugees, CM. Bruno Fernandes. Is een dubbele walkout? Nee. Oh, Bruno Fernandes gepakt. 88 reden. Lekker. En Heuberg en Lobotka. Lekker. Zo. Oké, boys en girls, 20 keer 83. Let's go. Hopelijk is de walkout Engels. Goalkeeper. Oeps, dat is een dubbel walkout. Wie zit erachter? Trent. Wauw. Wauw. Maar twee walkoutjes van. Team Louis, lekker. Maar twee walkouts, dus ik ga die moeten ergens in doen. Ergens moeten in doen, SBC. Dan gaan we beginnen. Die dubbele upgrade maar weer. Dus Trent mag erin. Dat is die nieuwe kaart. Botman mocht er ook in, geloof ik. Botman, waar zit jij? Ah, hier. En dan goalkeeper. Die Murphy of die Pickford mag er wel in. Gabriel mag erin. Ga ik toch nooit niet gebruiken. Nu dacht er Shaw. CVM. Neymar. CVM. Rodriguez. CM. Caruso. Spits.
Ik wil even een levende boerderij gelezen, ja, links buiten. Pedro Gonçalves, en rechts buiten. Marco Asensio, let's go. Nu heb ik Trent Alexander-Arnold ingeleverd. Hebben hem terug. We hebben hem terug, let's go. Het is nu ongeveer 8 uur zeker. Kwart nacht is het nu en we hebben 3x84. We krijgen zo'n radioactive CR. En Kunko is erachter, is erachter, is erachter. Is erachter. Wie is dat? Milinkovic. Oh, dat ben ze maar. En Kunko, Milinkovic en Koke, okay, lekker. Lekker, lekker, lekker. Oké, okay, boys and girls. 34x3, let's go. Engels, TV, Manchester City, Stones. Ja. 35, geen wallcards. Hernandez en Rare. Oké, okay, boys and girls. Nog eens een 3x84, let's go. En dan is het ja, een wildcard, I guess. Nee, nog niet. 34. Er is 3 34's. What the fuck. Brand, Illestad en Kingsbury. What the fuck. What the fuck. Oké, okay, boys en girls. Het is dus Bart voor 2 in de namiddag. Bizar. En we hebben dus de draft gecompleet die ik enkele weken geleden heb opgestart. En 3 weken geleden hebben we die draft geloof ik opgestart. Dus nu hebben we een Jumbo Premium Jumbo Guard Pakket 26. Is mijn mic nog in orde? Ja. Premium Guard Pakket, let's go. En dat is Tien, Deens, Goalkeeper. Dat is Michael, een non-bear. Dus dat is Michael van Anderlecht. Ja. En nu Premium Jumbo Guard Pakket 26, let's go. Dat is het in Frans. Era. Chelsea, dat is een vrouw, I guess. Ja, dat is een vrouw, dat is Perry Z. Ik heb die nog gepakt in de video, dat is juist. Dat zijn allemaal goede kaarten. Hup. Die mogen in de transferlijst gezet worden. Ik heb nog geen preview pack, dat is nog 3 uur en 4 minuten. Ik ga wachten met de draft nog op te starten. En we gaan eens zien aan mijn transferlijst wat er allemaal op staat. Een Aouar, een Matic, 3 Pepe's, ja, Medina en zo. Allemaal dingen die ik binnenkort moet gaan verkopen. Ik kan nog eens zien. Ook zo'n Champions League kaartje voor 20k kan gaan kopen. Of zo'n UWL rood er nog uit. Korting gaan waarschijnlijk niet door, Freiburg ook niet, denk ik. Beziktas ga ik niet door. AZ gaat ook niet door. Ik
Nog zo'n peppeke snipers, nog zo'n peppeke kopen. En ja. Daar gaat dus allemaal. Ik heb dus 4 Pepe's, een Matic, een Awar. Allemaal op de transferlijst staan, dat is allemaal voor te verkopen binnenkort. 2 met Shadow, 1 met een Big Bone, een Ruggraat. Die heb ik voor 22,55 gekocht, oké. Dat is de eerste dat ik had gekocht, geloof ik. Dan die van 18k. 18k. En nu ook 18k. Dan heb ik al die spelers nog. En die ga ik binnenkort allemaal verkopen. Die Awar, die Matic. Al die upgraden ga ik niet verkopen. Allee, als die niet meer upgraden ga ik niet verkopen. Dus bijvoorbeeld als Pepe niet meer upgrade. En ze zijn door naar de volgende ronde. En ze worden uitgeschakeld, ga ik die pas verkopen, die Pepe. Of iets daarvoor. Ja. Dan we zien hoe of wat. En die UE. L-kaarten, dat is juist hetzelfde, die ga ik ook pas verkopen. Als die hun potentie hebben bereikt. Dus als die van AS Roma bijvoorbeeld naar de finale gaan, dan kan ik die pas verkopen. Als Matic bijvoorbeeld naar de finale gaat, ga ik die pas verkopen. En hetzelfde met Pepe. En ja, let's go. Let's go. Oké, boys and girls. Ik ga dus een draft opstarten. We gaan met een 4-3-3 werken. En als eerste krijgen wij... Oef, Pelé. Lekker. RVA. Ik wil die Hansen wel eens uitproberen. In de spits krijgen we... Natuurlijk, Haaland. Goeie link met Hansen. Links buiten. Het is allemaal parallel of iets. Allee. Godverdomme maat. Oké, we kunnen verder met de draft. Center mid gaan we doen. Alcaraz misschien, ja. Een andere center mid. Aitana Bangmati. De keeper. Hopelijk krijgen we Ter Stegen. Nee. Misa kunnen we wel doen. Rechtsachter. Sergio Roberto voor de link met Barcelona spelers. Ik wil Van Dijk wel uitproberen. Tot hier, boy, ik weet niet. Linksachter. Lamptey voor de link met Van Dijk. De keeper mag zijn. Sandra Panos. Ander centerback mag zijn. Nathan Ake. Nu zegt er Mandy, gaan we gewoon op de bank houden. Okay. We gaan verkeerd proberen. Oei, nee. Jawel, we gaan verkeerd proberen. We gaan anders Santaliska ook een keer uitproberen. Aha, hier is de icon waar ik op wacht. Cantona. Wil ik ook uitproberen. Ja, wie heb ik al uitgeprobeerd geloof ik. En die speelt niet zo goed vind ik. Wanga.
Je zal... Vegeta. Wauw, ik moet terug afsluiten. What the fuck, maat. We gaan zo weer verder met de draft. Let's go. EA FC is echt naar de zak, maat. Naar de zak. Is naar de zak. We zijn nu terug EFC aan ingaan. Wow. Als dat zo loopt, hè, dan ga ik pas straks of zo spelen. Straks of morgen pas mijn draft spelen. Of in het weekend, de zaterdag of zo. Dan kan ik nog streamen. Allee, dan heb ik dat waarschijnlijk gestreamd, mijn draft. Dus ja. We gaan nog eens proberen de singleplayer draft in te geraken. Ja, dus dan hadden we voor... We gaan voor Dalman. Zigita werkt blijkbaar niet. Ja, die vrouw. En dan... ja. Lozano. Lozano mag er nog bij. En dan de coach die dan misschien wat... Een enkele coach geeft ons meer. Zeg gewoon die pakken Sergio heb. Dan hebben we Pele, Hansen, Van Dijk en Cantona. Dan zal ik die Pele misschien wel in het midden zetten. Nou, ik zie wel hoe ik het ga doen. Pele in het midden. Verkeerd rechts bij, rechts midden. Allee, rechts in het midden. En Bonmati. In het linkscentrum. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. 1 van 3 gouden spelers. Zeldzame gouden spelers. 83 plus. Oh, ik zeg altijd gouden, maar zeldzame gouden. En we krijgen Marco Asensio of Oyarzabal, zeg. Oyarzabal. Dan gaan we voor Marco Asensio. Wist jullie dat zijn moeder Nederlands is? Oh, ik zeg eigenlijk altijd. Misschien dat zijn moeder Nederlands is. Oh, zeldzame speler, 75 plus, let's go. En daar krijgen we uit. Dat is ons cam. Best hem, dat is zijn dingen. Noemt hem maar weer. Ja, Paqueta. Dat is Lucas Paqueta. Ik heb dat gekregen. Hebben we ook nog een preview pakket of niet? Ik hoop van wel. Anders lijkt mijn eigen kop van een preview pakket. En daar zit in. Wel voor jou, scam. Is dat die Marta? Nee, de Bien, ja. Hé, dat is al 88! What the fuck? What the fuck? Ik pak hier gewoon een wildcard uit mijn preview pakket. Ja, sorry. Dan ga ik één Pepe gewoon discarden. Fuck it. Dan moet ik hem wat liever kopen, maar fuck it. Ofwel ga ik de rest discarden. Zodat die toch niet gaan verkopen. Zo krijg ik ook aan 7,5k. Michael gaat toch niet verkopen. Jij gaat ook niet verkopen. 7,5k, ik zie dat bekend staan ze. What the fuck, ik pak gewoon profit? Pak gewoon profit op die pack? Pakket kopen. Oké, hoeveel kost hij nu? Hopla, easy 30k ongeveer. Ik zie nog foodbin, maar normaal is die rond de 30k ongeveer.
What the fuck, maat. Altijd. Vorige week Lukaku. Nu de Debinha. En die gaat voor 7,5. Dikke profit, jongen. Dikke profit, jongen. Dan kan ik nog eens een PP gaan halen. Dan kan ik nog eens een lieve pakket doen. What the fuck? Links midden, ja. Dat is dingen. Volgens die sterren. Dat is Dane, ja, daar ben ik wel doen. Dus ja. Ja, let's go. Oké, boys en girls, het is dus vrijdag 5:30 in de avond. Ik kom net terug van de opleiding. En we gaan een zeldzame gouden spelerspakket van Moments open doen. We krijgen inderdaad een Oyarzabal. Goed voor SBC's. En dan kunnen we ook nog een feestdagen welkomstpakket open doen. Daar zit in een Belg van Spits van Roma FC, dat is Lukaku. Romelu Lukaku. We pakken gewoon Lukaku. En met Lukaku kunnen we misschien wel. Ik denk dat er een SBC uit is. Leonemont Premier League. Dat dat geloof ik Maguire was. Ik ben niet zeker, maar ik denk dat Harry Maguire een Leven de mond heeft of gaat krijgen. Ik zie hier nu nog geen Leven de mond. Ah, hier, Harry Maguire. We gaan proberen Harry Maguire te voltooien. Dus een Engels speler en minimum 84 beoordeling. Dus een Engels speler. En sowieso al Thiago inleveren. Een Engels speler, Lukaku gaan we inleveren. Is goed voor deze SBC. Een Engels speler moeten we nog hebben. Prasnikar mag erin. Brand mag erin. Madison met een player de mond gaan we niet inleveren. Willis mag erin. Martinelli mag erin. Linksachter. Hernandez mag erin. Hebben een Engelse keeper? Misschien wel. Ja, maar die gaan we niet inleveren. Ja, we gaan die toch inleveren. Earths is iets. Wacht, als we nu gewoon John Stones inleveren en die Earths door een andere keeper door te vangen. Bijvoorbeeld door Kingsbury. Zou dan ook aan de rating komen? Ik weet het niet. Illestet. Hopla. Komen ook aan de rating. Dus één squad van Harry Maguire. De meme is al klaar. Een klein topgelegd speelspakket. Of klein topgelegd speelspakket. Wat is het? Dat is een man, denk ik. Ja, dat is Almuzrati. En ja. Nu de volgende squad voor Harry Maguire. Is een Premier League speler en minimum 85. Dus we gaan daarvoor. Die inleveren en centraal aanvallende middenvelder. Kunnen we Bruno Fernandes inleveren? Hebben we ook een Premier League speler en een. Direct ook een. Manchester United speler. Royce gaan we ook inleveren. CVM. Hebben we daar. Ja, Fabinho. Moeten zien dat we aan 85 komen. Dus Koke mag er ook in. Nu moet een 85. Ja, nu gaan we toch wel Bono moeten inleveren. Rechtsachter. Nee, niet Simakan.
Glas. Een cv moeten inleveren. Rudiger. Linkdachter. Gaan we die inleveren. Hopelijk komen we dan toe met een 82 of een 84. Maar een 84 komen we niet toe. Dan moet ik nog een 85 gaan kopen misschien. Dan ga ik eens zien. Contestspelers aan. Een 85. Een gouden zeldzame. Maar 85 komen er ook niet. Dan moeten we een 86 misschien gaan halen. En dat is de licht misschien. Maar de licht komen er ook niet. Misschien als we een 85 verdediger pakken en een 85 linksaan of 85 rechtsachter. Komen er dan? Als we dat nu die pakken, komen er ook nog niet. En dan moet die linksachter nog vervangen door deze hier. Dan komen er wel. Dus die gaat voor. Oeh, dat is veel te veel. 8,9. Die vriendin. Oké. En nu zit Harry fucking Maguire in de club. Harry Maguire, de meme, zit in de club. Ja. Harry Maguire! Let's go. Komt hij uitgelopen? Harry Maguire. En het Suki komt zoek ik ook eens laten zien. Dag Suki'tje, dag schat. Suki, het is goed. En Suki, blijf eens hier. Blijf hier, kom. Leg je daar terug neer. En dus is daar bijna vertrokken, dus ja. Klein, zeldzaam, geen speelspakket, let's go. Oké, Italiaans. Goalkeeper. Napoli. Meer het? Meer dat. Lekker. Zo. En weer ook, let's go. Oké, boys en girls. Het is 7 uur in de avond op vrijdag. En het nieuwe, de nieuwe promo is in packs, denk ik. Maar hoe noemt die promo? Ultimate Dynasties. Ultimate Dynasties. Oké. Oh, Maldini, 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 Maldini zit erin. Let's go. Companion app beloning. Oké. Dan moet ik ook ze bieden open in de companion app, maar dat is straks pas. Oké, hebben we die pack al of wat? Oh, we hebben die pack al gekregen, wauw. Oké, 100k pakket, let's go. We krenken het open. Duits, spits. Pop. Pop, let's go. Pop. 88 reden, walkout. En een team of the week, let's go. Je kan wel zeggen tradable. Oh, mijn hang is niet tradable, dat weet ik. Let's go. True. We moeten nog 4 minuten wachten voor een previewpakket. Dus zo gaan we dan eerst doen. Ja. Waar staat die D-login?
Waar staat die dialoog in? Dat is vaak, waar staat die? Dat is hem niet. De dialoog is er nog niet, of wat? Ja, wat hier. Adventskalender upgrade. Ik heb hem gevonden. We gaan er gewoon dienen voor inleveren. Let's go. Sangaree is ingeleverd. En zien of er een nieuwe live ding is. Oké. Let's go. Dat is wel te doen. Dan moet ik vandaag nog één keer spelen, heb ik Paolo Maldini in de club. Oké, hop. Oké, boys and girls. 75 plus zeldzame speler. Oké. Ja, dat is scheite. Steffen, dat is scheit dus. Zeldzame speler, 34 plus. Engels, CVM, Arsenal, Declan Rice, Declan Rice, wauw, 85 rated, let's go, let's go, Declan Rice, waar is er nog uit? Score in 4 wedstrijden. Dat is nog wel te doen eigenlijk. De duidelijkste doelstelling moet ik nog voltooien. Ik heb dat straks moments gedaan, dus ja. Ik moet straks een beetje moments zitten knallen. Nog een minuut en 3 seconden. Voordat ik het briefpakket kan doen. Dus ja, ik ga jullie een beetje vertellen hoe het een dag geweest is. Mijn dag is best wel goed geweest. Ik ben naar de opleiding geweest, zoals ik dat straks al heb gezegd. Ik ben, ik voel me ook wel eigenlijk goed vandaag. Ik voel me heel perfect eigenlijk vandaag. Ik voel me super vandaag. Ik wil het zo houden. Dus ja, nu gaan we nog 30 seconden wachten. En ja, ik had gisteren nog Sinistera gekregen. Uit het briefpakket hebben jullie nog gezien. En ja, ik kwam thuis er juist. En mijn honden waren echt wel leuk aan het doen. Die kwamen naar me toe. En die zagen dat ik thuis was. Die waren blij dat ik thuis was. En ja, nu nog 5 seconden wachten. 4 seconden, 3 seconden, 2, 1. En we kunnen op die pakketje doen. En dat zit erin. Engels, CM, Newcastle, dat is Willock, I guess. Hopla, ik heb gelijk, is Willock. Omdat ik hem dat eigenlijk nog gezien heb. Dus ja, let's go. Let's fucking go. Oké, boys, 2 keer 81. Dat is Brozovic, I guess. Ja, Brozovic. Van Al Nasser. Let's go. Brozovic en Carpenter. 2 keer 83, let's go. En nu 2 keer 82, let's go. En dat zit in.
Welke kamer is exacter? Hakimi? Let's go, Hakimi! Maar hoeveel gaat die kaart nog? What the fuck, maat? What the fuck? Ik ga hem ook toprotten, zo waarom, Mario. Let's go! Deze pikt Hakimi! Zo! Oké, boys en girls, het is zaterdagochtend. We hebben al één ding van Daniel Maldini wilt uit. We krijgen 2x83+, denk ik. Ja, 2x83+. En we gaan die direct openen in de store. Ik hoop dat we goede shit pakken. Ik hoop dat we brune spruit, brune spekken of zo. En mijn OHL. We krijgen een Braziliaanse CV van Chelsea, dat is Thiago Silva. 84 David, dan zijn er nog 84 of 83 achter. En 83 Nationbang. Ik ga een keer zien hoeveel dat Brunes nu überhaupt kost. Braut Brunes. Braut Brunes. Braut. Jonathan Braut Brunes. Kwaliteit. Wat is dat? Ultimate Dynasty is. $10,750, oké. Daarvoor ga ik die sparen voor Braut Brunes. $10,750. Dan kan ik die kopen. Wat heeft hij voor speelstijl? Power Shot, Popkanon en Springweer. Dit is wel een chique kaart, hè. Wauw. Wauw, wat een kaart, Brunes. Die moet ik zeker hebben voor een OHL, alleen voor een Pro League team ofzo. Let's go. Oké, boys en girls. Het is 8:15 in de ochtend, op zaterdag. En we hebben 3x83, let's go. We gaan die openen en dan gaan we zien wat erin zit. En ja, hopelijk die Brunes ofzo. Dan moet die niet kopen, Braut Brunes. 3x83, let's go. Er zit een. Ja, dat is trend waarschijnlijk. Een dubbele balkaart, lekker. En er zit in. Ronaldo! We pikken Ronaldo! What the fuck? Mijn eerste keer Ronaldo pikken, what the fuck? Je moet moeilijk doorzien als een. Hey bro, ben ik pekkoning of ben ik pekkoning? Fucking Ronaldo! 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 Fucking Ronaldo gepikt, what the fuck. En Kiminier, what the fuck. We pikken Ronaldo. Ronaldo. What the fuck. En die is natuurlijk niet terrible. Dan ga ik gewoon discarden. Fucking Ronaldo gepikt, what the fuck. What the fuck. Ik pik Ronaldo voor Messi. Fucking Ronaldo gepikt, what the fuck. Zo, heb ik Ronaldo, zo. Oké, boys and girls, standaard hero player pick, let's go. Oh nee, Mosselwave Crouch. Ik denk dat Mosselwave de duurste gaat zijn. Mosterboy is 15k crouch. Hoeveel dat jij waard? Ja, Mosterboy is de duurste. Let's go. 15k, what the fuck, maat. Echt, what the fuck.
Okay, boys and girls, ik was deze twee packs vergeten. Ik leg het op en leg het in een Zweeds pakket, let's go. En dat zit in Duits. CVM. Ja, dan was een man of een vrouw, ik weet het niet. Kor, ja, tegen. Dat was maar een man. Waarom? Oké, let's go. Een volgende pack. Opgang Express pakket, let's go. Daar zit in Duits, CV. Borussia Dortmund, wat is, ja, Zule. Let's go. En daar zit achter. Ja, niks goed eigenlijk, hè. What the fuck. Oké, boys and girls, premium goudpakket, let's go. Even, daar zit in. En een USA-speler van Spits. Van Angel City SC, is dat walkout? Ik weet het niet. Leroux, dat is geen walkout. We hebben die al, I guess. Ja, we hebben die al. En dat is untradable. En die is ook. Die is tradable. Dus ja, let's go. En ja, let's go. Oké, boys en girls, het is 7 uur op zaterdag. En ja, Bruid Brunes, ik wil die nog altijd. Dus ja. Wat is er nog te doen? Oeh, wedstrijd dag 3, wedstrijd dag 4, let's go. Radioactive. Oké, één wedstrijd. Voor twee keren. Hebla. SBC. Vandaag is nog de daily login moeten nog doen. x 10. Dat kan misschien wel. En Brunes in zitten. Pardon. Let's go. Nu gaan we de 83x10 maken. Dat is mijn SeaCrafter. Team of the Week moeten we inleveren. Die hebben we normaal gezien wel genoeg. Die pop mag er wel in. Rechtsachter, Carpenter, linksachter, Hansko, linksmid, dan wel Dino. Wacht, misschien kan ik dan nog een 82 zetten. Haal ik het ook nog, kan ik er nog één craften. Oké. 75 plus zeldzame speler, let's go. Dat is Alher. Let's go. En nu de 83x10. Oké, Pools, Spits. Pajor. Als Pajor, 87 rated. Zit er een speciale kaart achter? Nee.
Ja, raspas, ja. Allee, dan gaan we nog eens de 83x10 doen. Allee, dan hebben we dubbel. Dan doen we de 83x10 nog eens. CAM, gaan we Ford inleveren. Rechtsmidden. Hofman. CVM. Bentancourt. French. Glas. Luxor. Smalling. En Mancini, let's go. Nog eens een 83 plus, maal 10. Nog eens. En hopelijk pak ik iets cool. Italiaans, goalkeeper. Donnarumma is een dubbele walkout. Nee, het is geen dubbele walkout. Maar we pakken wel een walkout. Zit er zo'n nieuwe kaart achter? Nee. Let's go. Let's fucking go. Nog een preview pakket. Ja, we hebben nog een preview pakket. Dat is het in Belgisch. C.A. Mertens. Let's go. Oké, boys en girls. 2 keer 81. Dat is Modric, I guess. Nee, Kovacic. Kovacic, 82. En dan Bertha Firmino. En dan 2 keer 82, let's go. Spaans, RVA. Marco Asensio, wist jullie dat zijn moeder Nederlands is? Wist jullie dat een Nederlandse moeder heeft? Let's go. Oké, boys en girls, we hebben nog een pakje klaarstaan. Zeldzame goud speelspakket, 84 plus, let's go. En daar zit één, een Engelse, CV. Van Roma, FC. Is dat Smalling? Dat is Smalling, inderdaad. We hebben hem terug. Let's go. Ondertussen heb ik ook... Daniel Maldini vrijgespeeld. En die ga ik eventjes in de spits zetten. Waar staat hier? Maldini. Let's go. Let's go. Wat moet ik nu eigenlijk doen? Daarmee. Scoren 4, 6 en 8 wedstrijden. Ik moet in 10 wedstrijden scoren. Moet zo moeilijk, kan zo moeilijk niet zijn, hè? Dus ja, let's go. Oké, boys en girls, het is zondagavond. Zondagmiddag bedoel ik. Het is 13:30, half 2. En we hebben de rewards normaal gezien. We hadden die al van 10 uur deze morgen, of van 9 uur en 5 deze morgen. Maar ik heb vandaag vanochtend een wedstrijd gehad. En daarmee ga ik die nu pas openen. Oké. We hebben normaal gezien goud 1 wel kunnen behalen. Goud 1, let's go. Maar
boys and girls. Eerst wil ik bij jullie naar de club gaan. Want ik heb deze morgen op de web-app, niet op de companion-app, en deze morgen een speler gekocht. We gaan zien. Het is een speler van de 1A Pro League. Dus, waar staat hij hier? Ja, hier, België 1. Hier, ik heb Jordan Brout-Brunes gekocht deze morgen. 10.750 coins. Ja, jullie hebben dat misschien gezien op Instagram, op mijn verhaal dat ik gekocht heb. Dus ja, let's go. Wat we ook hebben, denk ik, in een brievenpakket, denk ik. Ik weet het niet. Nee, we hebben geen brievenpakket. Let's go. Premium speelspakket, let's go. Oké. Dat is Spaan, dat is CA. Dat is Deulofeu, hoe noemt hem dat? Deulofeu, ja, inderdaad. En de rest is dikke saus. Wel, ga ik die tradables op de transferlijst smijten. Het megapakket, het grootste pakket met maar liefst 30, ja wel 30 items. Een mix van spelers en verbruiksitems. Allemaal goud van 18 zeldzaam, let's go. Er zit in, Italiaans, spits. Immobile, is dat walkout? Nee, geen walkout. Vorig jaar was dat walkout wel, geloof ik. Madison, dat is goed, Otamendi. Ja, een ankertje. Een 83 Acerbi, Itakura. Is decent. I mean, ja, it's decent. Is er nog eens een besteedje dat we kunnen voltooien? Ik denk het niet, hè. Nee. Dan kunnen we geen eens besteedje voltooien, dus ja. Let's go, op naar... Ah ja, deze is ook het laatste stukje van de video. Ik zeg op naar vanavond, maar het is het laatste stukje van de video. Voordat ik in de namiddag ga editen, dus ja. Straks maak ik een direct nieuwe video. Dus ja, let's go. Dit is het laatste stukje van deze video. En ja, let's go. Oké, boys en girls, dit was dus de video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Nalte Dylan. Ik zie jullie guys graag terug vrijdag bij een nieuwe video. Gaat een andere soort video zijn. Waarschijnlijk een vlogje of zo. Een klein vlogje dat ik kan gaan maken. Van nu tot vrijdag. Dus ja. Ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Ofwel ga ik mijn airups maken nog eens eten. Ofwel mijn muziek nog eens eten. Mijn favoriete muziek. We zullen nog wel eens zien. Ik zie jullie guys sowieso vrijdag terug bij een nieuwe video. En ja, let's fucking go. Ik zie jullie guys vrijdag. Let's go. Bye bye. Yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bell.